ga Steve erbij halen. Steve, onze slagerzanger. De man die mij 2 weken geleden uitdaagde. Kom erbij, jong. Zet u neer. Dag, Steve. Ja, amai. We hebben ondertussen al een studio-opname gedaan. We hebben al een heel parcours afgelegd. Maar we gaan nog eens heel even kijken naar hoe die uitdaging precies 2 weken geleden begon. Oh, ja, ik denk dat ik zelfs dat had gekund. Ik zeg nu iets. U voelt zich blijkbaar geroepen. Wel, ik zou zeggen, ik daag u uit, persoonlijk. Ja? Om binnen mee te zingen met de supporters. Nee, om zelf een lied op te nemen. Een hit op te nemen? Ja, een hit op te nemen. Een plaats, een uitdaging persoonlijk naar jou toe. Want zo gemakkelijk is het met niet. Met de supporters, of met wie moet ik dat... Nee. Met mij, samen. Ja, wij twee? Ja. Oké. Okay. We nemen de uitdaging aan. Voilà, en dat was het dus. We nemen de uitdaging aan. En vooraleer ik zoiets zeg, ja, dat is er allemaal sneller uit dan dat ik dat bedoel. Maar bon, het is zover. Wat vond je ervan de afgelopen 2 weken? Ik vond het heel, heel tof, maar heel zwaar. Hè. Heel korte tijd. Hè. Dus ja, we hebben daar heel intensief moeten aan werken ook. Dus, ja, want hoe lang ben jij al bezig als zanger? Een jaar of 8. Een jaar of 8 toch al? Training, want zanger worden is ook bijna Olympische Spelen. Dat is met je ademhaling werken. Ja, ik volg nog wekelijks zangles bij de zangcoach van The Voice, nu op VTM. Ja, en dat is gewoon oefenen, of wat moet je dan doen? Ja, dat zijn van oog naar laag, ademhaling, houding. Zo, ja. En neurien, binnenmonds eigenlijk. Gewoon dus, En dat is om... De stem, de wortel hier, die wordt dan gemasseerd en losgemaakt eigenlijk. Allerlei van die geluiden en ademhalingsoefeningen. Steven Gabriels die kijkt naar mij, die denkt van nee, niet voor mij. Nee, ik stel je altijd te denken, liever jij dan niet. Zeg, en dan slagerzanger, is daar nog een toekomst voor weggelegd? Want ja, als het hierbij... Dat is een platform dat momenteel denk ik een van de meest commercieel verkopende zaken is in Vlaanderen. Hè. Ik heb ook respect voor andere stijlen. Ik heb rock, new wave, alle andere. Maar ik denk toch wel... Want ik ben eigenlijk voor mijn zangcarrière was ik DJ. Ik heb 15 jaar beroeps-DJ geweest. Ja? En dan draaide ik eigenlijk alle stijlen van muziek. Maar ik denk wel dat dat eigenlijk wel echt in is. De slager is gewoon in. Of je er nu voor of tegen bent, het is gewoon in. Dat is En jij zit al vol geboekt voor volgend jaar, had ik begrepen dat je zei. 139 optredens voor volgend jaar. Kijk, dat zijn er 3, sowieso 3 per week. We gaan een goede slok nemen en we gaan eraan beginnen. Ja. Steve, rustig. Het is eigenlijk ook een beetje de stem smeren. Hè? Een beetje de ruwe korrel. We moeten nog zingen. We gaan eraan beginnen. We gaan zingen live op ATV. De uitdaging aangaan. In Hallo Antwerpen, hier gaan we. Steve, aan u de eer om het podium te betreden. En ik zou zeggen, oh, er staan al een heleboel mensen hier ondertussen. Dat zijn de fans. Ja, dag, fans. Robin, ik moet in alle eerlijkheid toegeven, ze zijn fan van mij, maar ondertussen zijn ze ook een groot stuk fan van jou geworden. En ik heb nog geen letter gezongen. Ja, top. We gaan eraan beginnen. Ja. Dames en heren, zijn jullie er klaar voor, Steve? Ja. Oké, start de muziek. Op een dag, onverwacht, stond mijn leven op zijn kop. Een moment, ongekend, hield de onrust voor mij op. Sinds ik jou heb ontmoet, lijkt wel alles oké. Maar als jij ooit bij me weggaat, wil ik met je ben je vergeten waar ik steeds weer tegen je zei? Elke keer zei je weer, jij bent de ware voor mij. Mag ik altijd met je mee? Zijn we verliefd alle twee? Ben je vergeten wat ik steeds weer tegen je zei? Pak mijn hand, hou me vast, laat me voelen dat ik leef. Dicht bij mij, altijd blij, als ik al mijn liefde geef. Ben niet bang, even zwak, wil je iets met je aan? Wil je altijd, over altijd, met me verder gaan? Ben je vergeten wat ik steeds weer tegen je zei?
Elke keer zei je weer, jij bent de ware voor mij. Mag ik altijd met je mee? Zijn we verliefd alle twee? Ben je vergeten wat ik steeds weer tegen je zei? La 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 la. Ben je vergeten wat ik steeds weer tegen je zei? Ben je vergeten wat ik steeds weer tegen je zei? Ben je vergeten wat ik steeds weer tegen je zei? Hey! Dames en heren, Robin! Ja, ik moet zeggen, Robin, het is niet zo gemakkelijk, hè? Het is niet zo simpel, het, is, oh, het vraagt echt... Ik was mijn tekst even kwijt. Ja, dat heb je natuurlijk. Wat vonden jullie ervan? Goed! Ja, goed, hè? Goed, hè? Ja, ja, tuurlijk. Dus de uitdaging is geslaagd? Ja! Wel, Robin, okay, dan heb ik voor jou nog iets speciaals. Oké, okay. ik ben wel benieuwd. Ik heb eigenlijk nog... dit is niet voorbereid, maar bon. Dit voor jou, het is kerst en nieuwjaar. Ja, ja. Dus doe maar een cadeautje. Ja, dankjewel. Kerst en nieuwjaar, het lijkt wel een gouden plaat. Ik heb al een gouden plaat. Is het een gouden plaat? Kijk eens aan. Kijk eens. Nee, het is nog geen... Proficiat, de uitdaging is 100% geslaagd. De duo De Amigos is geboren. Dames en heren. De Amigos. Amigo, Robin, echt heel goed gedaan. Ja, kijk eens aan. Dit is het hoesje. Op iTunes kan je het er al afhalen. Heel belangrijk dat de mensen dus massaal downloaden op iTunes. Dus Dos Amigos. Dos Amigos, dat is de naam geworden. Dos Amigos. Ben je vergeten? Ben je vergeten? En dan vergeet ik mijn tekst niet. Dus ik kan mijn tekst even vergeten. Ja, ja. Wat, goed, dus hou die goed bij, want dat is toch een mooie herinnering, denk ik. Dankjewel. Super, heel mooi. Herinneringen. Ja, goed. En, dat en dan heb ik voor jou eigenlijk nog een cadeau. Ja, ik heb nog een cadeau. Ja, het is één voor kerst en één voor nu, alsjeblieft. En dan gaan we meteen openmaken. Nu, ik ga je even uitleggen. Mijn neefje volgt kunst en humaniora. Ah. En hij heeft voor jou een karikatuur gemaakt. Super. Hè? Jesse Truijens. Hij heeft dus Robin, kijk eens aan. Kijk eens. Proficiat, Robin. Ja, absoluut. Zie je zo mooi. Dat ben ik. Even voor jou speciaal de karikatuur getekend van... Oké. Hierbij. Dank ik u, Steve, voor de fijne samenwerking. En als er optredens komen, dan gaan we samen op het podium staan. Er is al heel veel vraag achter. Er zijn zelfs al managers die ons benaderen, langs alle kanten. Maar daar moeten we nog even over nadenken. Daar moeten we nog even diep over nadenken. Dank u wel. Bedankt om allemaal langs te komen. En dit was deel 1 van Hallo Antwerpen. Zometeen zijn we er weer. Tot dan.